Jongere mensen, voordat de video begint wil ik jullie iets super tofs laten zien. Ik heb hier de Fortnite, de ultieme gids, in mijn handen. Dit is natuurlijk een boekje en er staat er ook op de beste tips en tricks om elke battle te winnen. Dit boek gaat dus over tips en tricks voor in Fortnite, dus dat is natuurlijk best wel handig aangezien wij allemaal Fortnite waarschijnlijk spelen. Dit boekje kan je heel erg helpen met potjes winnen. Dat staat er ook uit om elke battle te winnen. Dus we gaan een beetje erin bladeren, kijken wat erin staat en wat heel erg handig kan zijn en wat we dus eigenlijk nog niet weten. Dus laten we maar even in het boek duiken. Nou, ik heb even een hele mooie bladzijde uit het boek gepakt en dat is deze bladzijde. Je ziet hier don'ts en do's voor beginners. Dus dit zijn zeg maar de dingen die je echt moet doen of handig zijn om te doen. En dingen die je eigenlijk helemaal niet moet doen in Fortnite. En of niet moet vergeten eigenlijk. Want hier zie je bijvoorbeeld, vergeet geen ammo boxjes te looten. Dit is een hele slimme. Want heel veel mensen die looten dus niet eigenlijk die ammo boxjes. Die gaan alleen op de wapens uit. Zeg maar, hey, daar heb je gouden score, leuk. Daar heb je 30 kogels en de rest. Ja, je hebt dat best wel snel opgeschoten. Dus vergeet gewoon niet natuurlijk die ammo boxjes te looten. Ze liggen eigenlijk bijna overal. Vooral in Tilted Towers, in grote steden zie je heel veel van die ammo boxjes liggen. Dus dit is een hele handige tip. Dus ik raad jullie zeker ook aan die te doen. En dan pakken we ook nog even een do's voor beginnen, een do. En dat is neem genoeg tijd. Ik vond deze persoonlijk best wel grappig. Er staat hier zeg maar, neem genoeg tijd. Zorg dat je genoeg tijd hebt om te spelen voordat de strijd begint. Het spel wacht niet terwijl jij eet. Dus stel, wat is het? Half zes, rond half zes eten mensen meestal. En je gaat bijvoorbeeld een kwartiertje van tevoren een potje beginnen. Dan heb je eigenlijk een kwartier de tijd ongeveer totdat je moet eten om een potje te doen. En als je zeg maar bijvoorbeeld de laatste 10 over zijn en jij zit daar nog in en je hoort van je moeder of vader van, yo, je moet eten en je hebt er echt een super lekker potje neergezet en je moet opeens eten, dat is super kut om natuurlijk dat, ja, dat is gewoon niet fijn. Dan moet je waarschijnlijk het potje lieven omdat anders je ouders boos worden of je eten wordt koud, dat is natuurlijk ook niet chill. Dus neem gewoon genoeg de tijd voordat je moet eten en dan kan je het potje altijd afmaken. En wie weet, dat is best wel zonde, want stel dat dat potje een win kon worden en je moet helaas eten, is dat best wel zonde. Dus dit boek heeft ook hele geinige feitjes, maar ook gewoon hele handige tips en tricks en natuurlijk dingen die je juist niet moet doen in Fortnite. Dus hey, dit boek is super handig. Er staat een link in de beschrijving helemaal bovenaan naar dit boek. Ik zou zeggen, ik raad dit boek zeker aan, vooral voor de mensen die nog niet zo heel goed zijn in Fortnite, is dit heel handig. Dit is gewoon een gids die je echt gewoon goed kan helpen. Dus ja, staat een link in de beschrijving, check het out en dan gaan we lekker door naar de video. Let's go! Gaat hij raak? Oh my god. Oh my god! Oh my god! Wordt in 31 maart moet ik 17. Ik moet 18 worden, man. Dan kan ik auto rijden. Dat is zo lit. Ik ga binnenkort trouwens wel even kijken naar mijn autorijbewijs, bro. Bros. Ik weet niet, man. Ik moet daar gewoon even. Kijk, stel je op je 17e mag je afrijden en je hebt al je rijbewijs. En je kan gewoon alleen dan nog niet rijden alleen. Maar ik kan wel gewoon zeggen, yo, hey, ik heb mijn rijbewijs gehaald. Ik kan gewoon lekker auto rijden als ik wil straks. Op dat randje, op dat randje. Oh yes, let's go. Ik ben dood. Of nee, toch niet? Hij had damage gepakt toen hij viel. Let's go, GG. Got him. Alright. Ja, man. Ik moet echt autorijbewijs halen, man. Dat is wel echt ziek, ziek als je dat hebt. Ik ben gereden door Mini Fighter. Ai, Alex gunde dus even. Ik neem 100 euro als je deze wint. Nou, waarschijnlijk niet, man. Ja, dit is dus een soort toernooi dingetje. Dus ik denk dat er wel wat betere mensen hier spelen. Laat maar, die kerel gaat met een punt. Oh, wacht eens even. Dus ik ben benieuwd, man. Hij moest reloaden. Kut voor hem. Chill voor mij. Ai, 3 kills in de pocket. Ik weet niet hoeveel kills je moet halen om een punt te verdienen. Of hoe dit werkt. Werkt dit gewoon een beetje... Yo, what the fuck? Hoe werkt dit eigenlijk? Ik heb al... Oh, what the hell? Ik heb full HP. Wat is dit? Oh shit, dat is sick, gast. Oh my god, what the hell? Ik heb gewoon full HP gekregen, jongens. What the fuck? Volgens mij krijg je dat als je zo'n punt krijgt. What the fuck? Dat is heel erg. Oké. Okay. Oh shit, gast. What the fuck? Apart, apart. Maar oké, okay, nice. Holy shit, gek. What the hell? Ik heb gewoon full HP. En omdat ik een punt heb gekregen waarschijnlijk. What the hell, gast? Ik vind het wel chill, though. Chill. Oké, SMG. Oké, dat had ik nodig. Chill. Let's get it. Wat vind je van de nieuwe wapen? Die turret bedoel je? Ja, ik weet niet, man.
Hij is niet sterk, want je zit heel erg stil. Dus je kan easy ervan gekild worden. Maar het is ook niet dat ik denk van, wow, super, wat wil ik eigenlijk? I don't know, ik weet niet wat ik echt van het wapen moet vinden. Ik vind het gewoon, ja, het is een toevoeging, maar ik denk van, maybe in squads is die te gebruiken, maar in solos, no way, man. Ik hoor dikke, dikke fights gaan hier, gek. Doei. Ik weet niet wat het is, maar waarom spelen er heel veel wat minder goede mensen in dit, deze game mode? I don't know, mijn kills zijn best wel easy, zou ik maar zeggen. Minis, dankjewel. Hoppakeetje. Let's go. Right, oké, okay, ik ga die ook even pushen. Oesh. What the fuck, ouwe? Even clear shot op die guy krijgen. Oh my god. Wat een gozer. Bovenop. Oh god. Ja, oké. Okay, nu moet ik. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Ah! Oh my god, gek. Hij heeft me niet geraakt, though. What the fuck? Hoe zeg ik het? Oké, okay, nu. Oké, okay, over dat wapen gesproken, jongens. Dat ding is pokken irritant. Het is zo'n cookie skin ook, hè? What the faggot. Dankjewel. Op zat er met u, broer. Weg ermee. Hoppakeetje. Wat een gozer. Cookie skin, tryhard skin. En ik piepte hem gewoon naar boven, gek. 92 damage, gek. Holy shit. Gozer, ik ben... Oh my god, op dreef, gast. Holy shit, gast. We hebben 3 punten nu. Ai, oké, okay, dat is chill. Gooien we die denk ik maar weg? I don't know, man. What the fuck, ouwe. Nee, ik neem die mee. Oké, okay, ja. Ah, chill. Hey, 7 kills. Gozer, dat is veel. Dit is lekker, man. Dit is een lekker begin. Alright, oké. Okay, ga lekker omhoog. Let's get it. Even deze guy looten. Want holy shit. Wat deed deze guy eigenlijk hier helemaal boven, gast? Oké, okay, dit is niet de bedoeling. Ik wil die sniper pakken. Kan ik dat ding pakken nu? Nee, ouwe. Oh my god. Ik wou zeggen. Hoe lang duurt dit wel niet? Gozer, what the fuck, ouwe? Dit is... Oké, okay, dit is dus heel erg kut. Ik kan die blauwe bot gewoon niet pakken. Ik moet dit kapot slopen. Gozer. Kijk hoe lang dat duurt, gast. Ik wil die fucking bot pakken. Gozer. Even serieus. Fortnite. Dit is dus echt... Oh my god, gast. Ja, ik... Oh my god. Jongen... Hak gewoon het hout weg. Ja, maar dat... Het is... Oh ja, oh my god. Teun, ik ben echt een domme sukkel. Oké, okay, dit gaan we niet over hebben. Ja. Hoe was jullie dag, jongens? Godverdomme, ik ben echt een sukkel. Thanks, Teun. Verdomme, ouwe. Verdomme. Right. Oké, okay, maar 7 kills, jongens. Dat zijn 3 puntjes in de pocket, gek. Dat is lekker. We moeten denk ik alleen nog even een winnetje halen. Is het helemaal zuiver? Chill, man. Let's get it. Alright. Ik hoor een kist, man. Die zit boven ons. Let's go. I need the kist. Had het ding onder je weg. Ik heb het ding weggehaald. Donkop, Romy. Oh. Gelijk zo pissen. Yeah. Oké, okay, ik hoop. Dat was heel apart. Alright, geef me even een dankjewel. Dat is heel erg zuiver om te meten. Let's go. En we gaan er gelijk door. Hoppakee. Er ligt loot, maar fuck de loot even. Ik wil kills hebben. Ik ben echt opdreven nu, man. Alright, alright then. We zetten even de filmstem op. Oké, ik hoop. Ja. Ai! Oké, ik zie een enemy. Chill. Ja, wanneer ik echt... Ik ben soms echt een sukkel eerste klas als ik gewoon niks te doen heb. Of een beetje aan het afwachten ben. Wat doet deze guy? Let op deze noscope, jongens. Deze noscope wordt bruut, gast. Let op. Oké, okay, hij... Geintje. Verdomme, Patrick. Kap eens even met mengen.
Haha, Patrick. Ik hoorde iets achter mij ge... Oh my god, dat is een quad. Of niet? Het zal wel. Oké, wacht. Patrick komt er ook nog even aan. Ik kan nog steeds net niet raken, die guy. Patrick, kom eens even hier. Even niet zo... Nee, hup, even aantreden jij. Huppakee. Kom maar. Oh, dat klonk wel heel Duits. Vriend, wat doe je ook, man? Oh my god, ik ben zo scheef. Oh, Patrick. Doet zijn best. Doei, Patrick. Patrick, ster en nibbel. Arme guy, hij doet zijn best, gast. Hij doet zijn best. Ik heb 9 kills en dat vind ik zuiver. Chill, man. Ai, 9 kills in de pocket in dit toernooitje niveau. Dat zijn 3 punten. Dan moet ik 10 kills weer halen. Wil ik nog een punt halen, of niet? Volgens mij wel. Ai, we moeten even nog iemand vinden, man. Chill, let's go. Let's get it, bro. Alright. Minishield kan hij meenemen. Die kogels wel. Ja, dat was het wel weer, denk ik. En nu moeten we gewoon weer echt een lange tocht gaan lopen. Willen we weer iemand tegenkomen. Vind je die... ik zie schoten. Ik zie schoten. Een hit? Wat? Hoezo? Oké, wacht. Hij wordt van daar en van mijn kant beschoten. Wordt hij al gepusht? Nee, hè? Ik spring even 1 keer. Oké. Hij werd ook beschoten van ergens daar. Dus nou moet ik een beetje gaan gluren. Wat is handig om te doen? Even zien. Hij wordt niet gepusht door... Oké, hij wordt wel gepusht door die guy. Oké, Dylan is heel goed bezig. Oh, die bloem op dit wapen is echt heel erg. Gast, wat doet hij nou weer dan? Oh, kut. Oh my god. Boom! Sorry. Woe, hi. Hello there. Geef me die maar. Deze ammo erbij. Scarretje. Tank toch maar even. Ik neem heel even die scar mee, jongen. Ik weet niet wat het is, maar die bloem daar. Gadver. Ja, oké. Ik lul weer heel erg. Oh ja, sick. Oh, wat lul ik nou weer met sick? Inderdaad, man. 500 builds max, gast. What the fuck? Auwe, wat. Ze gunnen gewoon legit geen build fights. En we hebben... Hè? Ik heb 11 kills en ik heb 3 punten. Wat is dit, gast? Wat is bloem? Bloem is zeg maar, de kogels gaan soms, ook al richt je op iemand, niet raak, zeg maar. Dat is bloem. Waardoor je zeg maar niet elk schot raak schiet. Ook al zit je met je richtpunt op iemand zijn bakkes. Dat is bloem. Dus als dat soms heel erg kut meewerkt, dan raak je niks terwijl je wel op iemand ingezoomd bent. Dus ja dat is bloem. That's it. Oeh, lala. Wat gaar, man. Ik heb 11 kills, maar ik krijg geen punten bij. Wat is het max dan? 3 punten? Dat is wel heel weinig, gast. Nee, toch wel meer, lijkt mij. Ting. Ja, kut. Nou, we moeten gewoon mee gaan doen. Het enige kutte is nu wel... Ik heb niks om echt, zeg maar, 7 naar beneden te gaan. Dat is wel... Of kan je hier gliden nog? Nee, hè? Nee, denk ik niet. 500 max. Ja, fucking raar. Apat, zeggen we dan. Oh, dit. Dat heb ik echt geluk mee. Hoppakee. Wat? Wat? Krijgen we de fuck nou, ouwe? Of course. Deze guy is niet dood te krijgen. Oh, sorry, dat kwam heel erg als een zeehond over. Sorry. Soms moet je de zeehond in jezelf los laten komen. What the fuck? Ik ga niet eens zo hoog flikker op, man.
Dan ben ik zo meteen het jaapje die naar beneden flikkert. Je moeder. Doei. Dat is een hele rare schreeuw. Nou, ik even wel even kijken hoe ik naar beneden kom. Hoe de fuck ga ik dat naar beneden krijgen? Ik zie wel wat hout liggen. Chill. Wat was dat voor sterrenstof? Oh, dat was... Ah ja, chill. We hebben een puntje erbij. Puntje. Mensen vergeten het nog steeds, volgens mij. Je kan niet meer glijden, jongens. Onthoud het, alsjeblieft, gast. Dank u. Doei. Marcel. 30 kills as never. Oké, we hebben dus 5 punten. Oeh, lekker, gast. Oeh, dat is wel sick. 5 punten in de pocket. Ik zie hier wel het hout. Hoppakee, dat nemen we mee. Grote pot hebben we niet nodig. Die ook niet. Ai, chill. Oké, ik heb niet zo heel veel mats. Aangezien je maar 500 max kan hebben, is dit heel weinig. Maar die RPG is heel erg gunstig dat we die nog hebben. Zuiver, zeggen we dan. Let's go, man. Let's get it. Chill. Zit Playground er nog in? Volgens mij wel, lijkt mij. Volgens mij zit Playground er gewoon nog in. I guess. Jawel, Playground zit er wel in, volgens mij wel, toch? Ja. Sorry, ik zat op mijn voet. Ja, dat doet altijd een beetje zin na een tijdje. Oké, even zien. Tilda Towers, zijn gewoon weer back naar de hometown waar we net spawnen. Dus I, chill, let's get it. Gaan we hier even gluren. 500 mats. Ja, ik weet niet, man. Op zich, I don't know. Beetje raar, maar... Ja, het op dit moment gaat het nog goed. Dus ja, ik heb niet een hele hekel eraan of zo. Pow, 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 pow. Oké, de laatste 8 enemies, jongens. Oh, dit kon nog... Oh. Besef, hè. Als ik nu nog iedereen loop te killen, hè. Besef als ik iedereen gewoon nog kill. Dat ik gewoon een fucking 20 bom haal in solo's. Holy shit, ouwe. Oké, dit wordt nog even... Oké, nu ga ik even strijden. Nee. Nu ik dit in mijn achterhoofd heb... Oeh, kom maar door. Ik heb nog steeds geen lifepad, man. Fucking kut. Trouwens, die subdingen, I don't know wat er aan mee aan de hand is, maar heel irritant. Oké, ik ga echt serieus nu echt de grind zetten op de kills. Nou boeit me de win eigenlijk niet echt meer. Nou boeit eigenlijk alleen de win als ik die fucking 20 kills heb gehaald. Oké, ik ga een beetje hoger opzoeken nu. Ik weet niet of de mensen in Tilded zitten. Het zal me even een worst wezen. Ik ga even hierheen. Nu heb ik echt een lifepad nodig om snel te bewegen, maar het is echt niet te vinden gewoon. Hier zit ook niemand echt, hè? Fuck, duck. Daar zit ze. Gaat hij raak? Oh my god. Oh my god. Oh my god. We zijn een godgast. Oh my god, gek. Kunnen we even een GG daarvoor in de chat? Wat de... Holy shit, gek. Holy shit, gek. Holy shit. Oh my god. Dat was een... Oh my god. Ik heb die loot daar nodig, gast. Oh my god. Oké. Okay. Fucking 5 kills van de 7, man. Alright, ik kan dit. Ik kan dit. Ah, kut. Die loopt zo ver, gek. Oh, die. Ja, ik kan de loot niet meer pakken, denk ik. Nee, kut. Ze niet meer 7. Fuck, duck, gek. Oké. Okay. Oké, ik moet dat even... Shit, hoeveel loot ligt daar wel niet, maat? Ik ga dat loslaten, jongens. Ik ga op die kills. Ik zag daar no-skinnen lopen, die moet ik even killen. Oké, alleen voor de kills nu. Come on, I can do this. Niemand gaat blijkbaar dood, man. Wat de hel? Wat is dat nou weer? Alleen die kills van mij net. Oké, die no-skinnen zit hier ergens, denk ik. Uit, ik wil hem even tegenkomen, man. Where you at, bro? Ik denk dat hij ergens achter deze heuvel zit. Of op de heuvel, dat kan ook. Dylan, jongen, scheve pannenkoek. Oké, even dat ding reloaden. Ik vind die heavy sniper zo chill om even te gebruiken nu. Ah, flapdrol. Ja, ik kom gewoon lekker weer naar beneden, vriend. Sorry, bro, maar ik heb echt kills nodig. Weet je, een beetje naar om hem te killen met die RPG, maar fuck it. Niet de kills, mijn dude. Oké, chill. Oké, ik moet er nog 4. Kutzooi. Mijn record is legit 21 kills in solo. Wat zijn dit allemaal voor moongles, ouwe? Sorry dat ik het zeg, maar dit is niet normaal hoe slecht ze zijn.
Oké, okay, dit komt heel erg overdreven en gemeen uit. Okay, niet doodgaan door een trap, dan ga ik echt janken. Alright. Mijn record stond op 21 kills in een solo match. Ik vind dit meetellen als een solo match. Alleen, het feit is dat we waarschijnlijk net... Nee, we kunnen niet die 22 kills halen. Wat kut is dit, gek. Oké, Oh my god, ze gaat doodgaan. Oké, alright. Pak het. Let's go. Zal het als je gooien? Oké, de safe zone is daar. Ik moet nu iedereen... Nee, ik hoef niet eens iedereen te killen meer. Ik hoef er... Ik kan er zelfs één missen zelfs. Ik wil... Gast, echt. What the fuck, ouwe. Wat zijn dit voor mensen? Hij doet zijn best. Wat is deze makker aan het doen, gast? Ik kan niet bouwen. Deze guy. One for one. Als deze guy doodgaat door de storm, ga ik huilen. Ja, rent door. Oh my god. Free, kom eruit. Ik ga niet op je schieten, maar kom eruit. Loop door. Ik kan hem niet zien. Kom eruit, gast! Dankjewel. Yes, sir, vriend! Yeah.